Mag hij zitten en kruisrechts zit. Maar eventjes je ogen sluiten. Rustig ademhalen. Hoe doe je dat nu weg? En kom tot rust in je lesje. Open dan maar je ogen. Dus vandaag gaan we een focuslesje doen op Ardha Chandrasana. En we gaan zo een beetje langzaam onze weg gaan voorbereiden. Dus ik ga misschien eerst eens tonen tot waar we gaan komen. Dus we gaan de houding ook straks, gaan jullie allemaal een keer tegen de muur oefenen, naar deze houding gaan we komen. Dus we moeten onze borstkas openen, sterke benen, we hebben de hamstrings nodig. En we hebben de buikspieren nodig om in deze houding te kunnen blijven staan. Dus we gaan ons daar een beetje op voorbereiden en dan ook doen. Oké, dus om te beginnen gaan we de ademhalingsoefeningen doen met de blokjes en de bolster. Als je geen bolster hebt, leg dan gewoon op twee kussens, zodat je toch je schouders kunt openen. Dus je kunt ook gewoon, dus normaal zijn je blokje plat hier op. Ik mag het zo staan. Dwars. Achter het blokje recht, bolster erop. Als je geen bolster hebt, leg dan gewoon twee kussens, zodanig dat je ook kan plat liggen. Maar met, vooral belangrijk nu is dat met de schouders open gaan liggen. We gaan de benen openen door de voeten tegen elkaar te brengen. Niet te dicht, niet te dicht voor het. En dan komen we langzaam liggen. Als je tijdens de houding het gevoel hebt, het is genoeg geweest voor de benen, dan strek je je benen gewoon naar voren. Het is niet de bedoeling dat je pijn krijgt in je benen. Dus we willen echt de schouder openen. Dus we brengen actief je schouderbladen naar binnen, zodat je handen open vallen. Ga langzaam in en uitademen. Ik zal tellen op de in- en uitademen. Adem in voor 4, 3, 2, 1. En uit voor 4, 3, 2, 1. Adem in voor 4, 3, 2, 1. Adem uit voor 4, 3, 2, 1. Adem in voor 4, 3, 2, 1. Adem uit voor 4, 3, 2, 1. Adem in voor 5, 4, 3, 2, 1. Adem uit voor 5, 4, 3, 2, 1. Adem in voor 5, 4, 3, 2, 1. En uit voor 5, 4, 3, 2, 1. Adem in voor 5, 4, 3, 2, 1. En uit voor 5, 4, 3, 2, 1. Adem in voor 5, 4, 3, 2, 1. En uit voor 5, 4, 3, 2, 1. Adem in voor 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adem uit voor 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adem in voor 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adem uit voor 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adem in voor 6, 5, 4, 3, 2, 1. En uit voor 6, 5, 4, 3, 2,
10. Laat smaal, adem in voor 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En uit voor 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haal nu rustig adem op je eigen ritme. Trek misschien naar je benen daarvoor om ze wat te ontspannen. Kijk of je de ademhaling nog kan vertragen. Naar aan zijn je ogen. Breng je knieën dichterbij, zodat je je bak kan afdoen. En leg die bolster en die blokjes op je, en je kussen opzij. Dan gaan we de benen vooruit zetten. Dan gaan we de hamstrings eventjes stretchen. Dus je brengt de grote tenen samen. Heel een beetje op heupwijdte. Neem misschien een dekentje voor onder je zitvlak. Doe je tummel. Dan kom je eigenlijk op zitten. En dan laat jezelf recht liggen. Ja. Dus als je gewoon recht liggen, dan je blijft bij je borstkas vooruit. We ademen in. Liften de armen omhoog. En uit, buig voorwaarts, neem je scheenbeen, je enkels op je handen vast, borstkas vooruit en buig voorwaarts. Lichtjes voorwaarts buigen, borstkas vooruit, ga niet te ver, het is al maar het begin van de les, maar voel gewoon die hamstrings. Een beetje stretchen, misschien voel je het ook in je kuiten. We ademen in, we brengen onze armen naar omhoog. Adem uit, armen naar de knie. Buig je rechterknie en breng die knie naar de knie. Dan gaan we terug onze armen naar omhoog brengen. Adem in, adem uit, buig voorwaarts. Misschien kan je iets verder omdat je maar over één been moet. Dus telkens let erop dat je met je rug zo recht mogelijk bent, want het is altijd gevaarlijk om de onderrug te buigen en dan achteraf pijn te krijgen van een hernia of zo. Wandel dan met je handen naar links in een schuine diagonaal, zodat we ook de stretch doen hier. En onze rechterzijde. Dus je bent nog steeds een beetje voorover gebogen. Wandel dan je handen naar voren. Lift jezelf op. Plaats je rechterhand achter je, linkerhand op je knie. En lift op eerst, lift op. En daar pas twisten. We staan dus op een inademhaling, lift je borstkas. Op een uitademhaling twisten. Plaats dan je rechterhand een beetje achter je. Focuseer je op je gebogen knie, dat wordt je steun mee. Je leunt op de grond, je brengt je bekken omhoog. En
Rijk omhoog met je hand naar achter. Handpalm is naar het plafond gericht. Strek jezelf volledig uit van je tenen tot je vingers. En kom dan naar beneden. Knie naar borstkas. En strek vooruit. Dan gaan we naar de andere kant. Buig je linkerknie naar beneden. We ademen in, lift op. Adem uit, buig voorwaarts. Borstkas vooruit. En strek die hamstrings. Kom dan je handen volledig naar rechts. Doe die stretch aan je linkerzij. Wandel je handen naar voren. Wandel dichterbij. Plaats je linkerhand achter je rechterhand op je knie. En lift op. En twist. Breng naar je linkerhand, 30 centimeter naar achter. Knie op de grond en lift op. Super, strek jezelf volledig uit. En kom naar beneden. Naar de borstkas en strek op. Kruis je benen. Dan gaat kou op deze manier. Zet misschien op dat tekentje. Dus we ademen in. We brengen onze borstkas naar voren. Holle rug. Adem uit. Ronde rug. Hang in je armen. Armen gestrekt. Adem in. Holle rug. Borstkas vooruit. Adem uit. Ronde rug. Hang in je armen. Adem in. En uit. Adem nogmaals in. En uit. Adem in. Holle. Adem uit. Laatste maal. Adem in. En uit. Kom dan naar neutraal en dan gaan we de ruggenwervels losmaken door grote cirkels te maken. En dan gaan we de andere richting uit. Oké, kom het op stilstand. Dan gaan we even naar de buikspieren. Daar hebben we een blokje voor nodig. Eentje. We gaan naar Navasana. Dus we gaan het blokje, ik zal misschien eerst zeggen, we gaan het blokje tussen onze knieën brengen. En dan tussendoor, je weet al wel, ik ga altijd tellen, tussendoor kruis je benen en duw jezelf af.
op je vuisten om eventjes je rugwervels te ontspannen. Dus breng je blokje maar tussen de knieën. Eerste fase, handen in de knieholtes. En we houden voor 5, 4, 3, 2, 1. Leg het blokje opzij, kruis je been en duw af. Kom naar beneden. Terug het blokje tussen de knieën. Nu gaan we de handen opzij en we houden voor 5, 4, 3, 2, 1. Blokje los, knieën kruisen en duw af. Oké, nu naar de moeilijkste fase met dat blokje, de benen gestrekt. Je mag ook de vorige fase doen. En we houden voor 5, 4, 3, 2, 1. Super. Oké, nogmaals, duw af om die rugwervels te ontspannen. Nu gaan we zonder blokje nog een variant doen. Ardha Navasana, de halve Navasana. Wat wil dat zeggen? Eigenlijk vertrekken we vanuit deze. Dan gaan we langzaam naar beneden komen. Ik kan dat niet zo goed, zoals dat je ziet. Maar kijk of je met je benen naar beneden kan komen, naar je borstkas. Naar beneden en we houden ook voor 5, 4, 3, 2, 1. Ik val op. Oké, super. Dan gaan we terug naar dat blokje. We gaan neerleggen. We gaan neerleggen en het blokje vastnemen tussen onze voeten of onze enkels. Kijk waar het makkelijkst is voor jou. En dan weet je al, leg je schouders open, altijd je schouders open. En langzaam gaan we naar beneden met dat blok. Het halverwege tot 10 centimeter van de grond. Kom aan. En dan terug omhoog, langzaam, langzaam. Niet te snel omhoog. Oké, tweede keer. Blokje naar beneden. Halverwege. En naar beneden. En omhoog. Derde keer. Naar beneden. En omhoog. Nog twee keer. Kom maar. Nog twee keer naar beneden. Langzaam naar beneden. Tot 10 centimeter. En omhoog. Laatste maal. Gaan naar beneden. En omhoog. Super. Buig je knieën. Leg de blokken maar opzij. Eventjes windshield wiper zoomen. Ga rechts naar links. Om de buikspieren te ontspannen. Oké. Dan gaan we het rimpje nemen. Kom maar helemaal uit. Als je een rimpje hebt, kan je perfect de schaal nemen. Als je het maar wil. Dan brengen we ons rechterbeen omhoog. Rond de bal bij je voet. Breng je die rim op dat schaaltje. En strek je linkerbeen naar omhoog. Je neemt in elke hand de kant van het riempje vast. En we gaan eerst hamstring stretch doen. Dus als je been is belangrijk dat het strekt is. Doe het nog een beetje meer naar voren. Maar hou het gestrekt. Niet lopen. En kijk hoe ver je komt. Neem het ook op die manier vast, zodat je schouders ontspannen zijn. En langzaam trek je die voet dichter en dichter bij je hoofd.
Oké. We gaan opzij open gaan. Neem dan beide rugjes vast en je rechterhand zo dicht mogelijk bij je voet als het lukt. Dan gaan we een beetje af van de lengte van je armen. En dan ga je linkerhand op je rechterheup leggen. En dan gaan we met onze rechtervoet volledig naar opzij. Linkerheup blijft op de grond. En dan ga je misschien met je elleboog op de grond zetten. Misschien ook niet. Het is niet de bedoeling dat die voet op de grond komt. Want dan ga je bekken omhoog gaan. De bedoeling is dat het bekken, linkerbekken, op de grond blijft. Voor wie meer wil, trek je voet richting van je hoofd, hamstring, open de binnenkant van je dijbeen, je adductoren. En langzaam brengen we het omhoog, wissel van kant. Neem beide rinkjes vast in je linkerhand en dan gaan we meedraaien met de heupen. Je voet komt volledig naar links en je heupen draaien loodrecht op de mat. Been gestrekt. Je voet komt terug niet op de grond, want anders ga je heupen te veel kantelen. Terug linker elleboog op de grond. Als je kan, of als je wil, rechterarm opzij, schouder op de grond. Dan komen we terug omhoog. Buig je rechterknie. Dan gaan we buigen aan de linkerknie. De terug de bal van je voet en dan rimp je op je sjaal. Rechtervoet vooruit. Dus neem terug beide kanten van het rimpje vast. Hamstring stretch. Langzaam breng je je gestrekte been, dus je been is gestrekt. Dan nog zo een klein beetje. Neem beide rugjes vast in je linkerhand. Rechterhand komt op je rechterheup. En we gaan ons been openen naar links. Misschien komt die elleboog op de grond, zodat je een beetje kan ondersteunen. En tuur je rechterheup naar de grond. Dus terug. Het is niet de bedoeling dat je voet, je linkervoet op de grond komt. Oké, kom omhoog. Beide rugjes vastnemen in de rechterhand. En dan draaien we met onze heupen naar rechts. Onze linkervoet gaat volledig naar rechts. Terugzet misschien die elleboog op de grond. Linkerschouder open. Richting van de grond. Terug. We voelen nu ook een stretch in onze heup, onze glutes, onze hamstring. En we kijken of we onze voet misschien iets meer naar onze rechterschouder kunnen trekken. Oké. Okay. Nou, laten we gaan lossen. Linkerbeen omhoog. En mag dat rugje op de grond leggen. Hebben we het niet meer nodig? Breng je knieën naar je borstkas en dan ook drie keer op en neer. Kruis aan je benen, rol over de knie en kom naar neerwaarts kijken. Trek jezelf goed uit. Mooie neerwaarts kijken in de hand.
Buik is dus je knieën. Ja. Adem in hier. Adem uit. Stap met beide voeten tussen de handen. Adem in. Kom halverwege, lange rechteruit. Adem uit. Buik voorwaarts. Adem in. Kom volledig naar omhoog. Adem uit. Handen voor het hart. Tadasana. Adem in, lift op. Adem uit, buik voorwaarts. Adem in, kom halverwege. Adem uit, handen op de grond. Stap met beide voeten naar achter, naar de plat. Dus nu ofwel knieën op de grond en naar beneden, ofwel volledig naar beneden. En gewoon naar achter, langzaam, borstkas. Kom eerst en dan pas je weg. Ons, adem in, borstkas omhoog, adem uit, duw weg, neer, maar scheef in de hand. Adem in, hier, adem uit, stap met beide voeten tussen de handen. Adem in, kom halverwege, adem uit, buik voorwaarts. Adem in, omhoog, adem uit, handen voor het hart, tadasana. Adem in, lift op, adem uit, buik voorwaarts. Adem in, kom halverwege, adem uit, rechtervoet, grote stap naar achter, rechterknie op de grond. Hand vooruit, adem in. Borstkas vooruit, adem uit, stijg diep, voel die stretch in de voorkant van je rechterrug. Dan gaan we naar de handbank, komen naar achter, dus de rechterknie, hoek van 90 graden, linkervoet, klein beetje naar voren. Dus hier hebben we onze blokjes nodig, die beide blokjes, om je handen op te zetten. Dan gaan we de hamstring strekken op een andere manier. Dan anders heb ik vorige week bij mijn osteopaat geleerd. Dus normaal gaan we dan naar voren en naar achter. En nu blijven we hier. En gaan we eigenlijk effectief onze hiel in de grond duwen. Hamstrings gaan volledig stretchen. En dan ontspannen we. Buigen we een klein beetje onze knie. Oké. Dan gaan we duwen met onze knie. Sorry, met onze hiel. Excuseer. Hiel in de grond, buik naar beneden, borstel naar voren en stretch die hand in. Stretch, stretch, stretch. En ontspan, kom een klein beetje omhoog. Terug. Hiel in de grond, borstel naar beneden en naar voren. Stretch. En ontspan, klein beetje omhoog. Nogmaals. Hiel in de grond duwen. Stretch. En naar een klein beetje omhoog. Ontspannen. En in de laatste maal. Strek terug. Hiel in de grond. Stretch je hamstring. Duw je been volledig naar beneden. En ontspannen. Buig nu je linkerknie. Handen op de grond. Vul je tenen en stap naar achter. Knieën op de grond. Op. Met knieën omhoog. Kom naar beneden. Langzaam, langzaam. Bekken komt het laatst. Hand vul je tenen. Adem in. Cobra, schouder achteruit. Armen naar achter. Adem uit. Duw weg. Neerwaarts, kijk in de hand. Adem in hier. Adem uit. Rechtervoet tussen de handen. Linker knie op de grond. Hand kruid, teen. Adem in. Borstkas omhoog. Adem uit. Teen, teen. Voel die stretch, voorkant, linker deur. Kom naar achter. Rechtervoet, klein beetje naar voren. Neem terug je blokjes. Linkerbeen is een hoek van 90 graden.
Dus terug, pelvis stretching en ontspannen. Oké, duw je rechter heel in de grond. Doe eigenlijk hand je been naar beneden, voerkracht uit, naar beneden, naar beneden. En ontspannen. Oké. Duw je heel in de grond. En dan hoort wat ik wel dat soort oefenkracht uit. Naar beneden duwen. En ontspannen. Derde maal. Duw je heel in de grond. Duw je hand de benen in de grond. Voel die hamstring stretchen. En ontspannen. Laatste maal. Naar beneden. Heel in de grond. En ontspannen. Buik naar je rechterbeen. Leg je handen naar het voorste voet. Kruil je tenen in. En stap naar de voet. Adem in. Kom halverwege. Adem uit. Buik voorwaarts. Adem in. Kom zoveel naar de arm voor. Adem uit. Handen voor het hart. Tadasana. Adem in. Lift op. Adem uit. Buik voorwaarts. Adem in. Kom halverwege. Adem uit. Zet je linkervoet. Grote stap naar achter. Adem in. Lift op. Adem uit. Ding. Breng nu je armen naar beneden. Vingers verspreiden achter je sacrum. Open die schouders. Buisten naar beneden. Dan gaan we langzaam halverwege komen. Rechterbeen, die hebben we straks nodig. En rechter schouder op onze rechterknie. Buisten naar de plafond toe. Voor iedereen is dat anders. Waar je raakt. En dan komen we langzaam omhoog. Los je vingers. Adem in, lift op. Adem uit, handen op de grond. Start met achter de plak. Adem in hier. Adem uit. Kom volledig naar beneden. Ontkruiling tegen. Adem in, cobra. Adem uit, duw weg. Neerwaarts kijken nog. Adem in hier. Adem uit. Linkervoet, grote stap naar voren. Adem in. Lift op. Adem uit. Terug. Handen achter je. Verstrengel je vingers. Schouders achteruit. En vuisten naar beneden. Langzaam komen halverwege. En dan linkerknie op de schouder. Linker schouder op de knie. En langzaam komen we naar omhoog. Adem in, lift op. Adem uit, halen op de grond. Stap. Naar voren. Adem in. Kom halverwege. Adem uit. Buik voorwaarts. Adem in. Lift op. Adem uit. Handen voor het hart. Tadasana. Oké, nu gaan we naar de flow gaan, waarin dat die Adyashvandasana komt. We gaan daaruit komen vanuit drie, die kennen jullie allemaal, dus zoek een muur. Of ja, thuis bijvoorbeeld zou je dat ook wel tegen de kast doen. Maar dacht dat je, we gaan allemaal rechts beginnen met je rechterkant tegen de muur. Dus je voet moet ook niet gans tegen de muur staan, je rechtervoet, want dan ga je uit balans gaan.
Dus ongeveer een tiental centimeter sta je rechtervoet van de muur. Dan gaan we naar kregen 3, die gaan jullie allemaal. Linkervoet gaat naar achter, handen op de grond. Als je nood hebt aan blokjes, neem blokjes. Oké, dan zetten we onze rechterhand stevig in de grond. Linkerhand gaat naar op de zij. En dan draaien. Draai je bekken open. Draai je bekken open. En linkerhand omhoog. Ja, dus nu heb je steun van de muur. En ik kan mezelf zien in de camera. Dus ik heb mijn been een beetje naar beneden. De bedoeling is dat je been evenwijdig is met de grond. Dus je kan ook je schouders richting aan de muur duwen om je evenwicht te zoeken. Dus je zal zien hier tegen de muur, kom maar met je hand op de grond en voet op de grond. Tegen de muur gaat dat heel goed om te openen. Dan gaan we naar de andere kant. Linkerzijde staat tegen de muur. Goed. Linkervoet. Tiental centimeter van de muur. En dan gaan we met de handen naar voren, terug naar die kregen. Ja? Dus eerst komen we allemaal naar kregen 3. Zet je linkerhand vlak voor je linkervoet, 30 centimeter. En dan hand in je zij, open de bekken. Je bekken komt tegen de muur, rechterhand gaat omhoog. Ja, ik kan jullie niet zien, maar ik zal jullie aanmoedigen. Goed gedaan. Oké, kom maar naar beneden. Bekken draaien. Goed zo, groot. Dus nu gaan we dat in de vrije ruimte doen. Maar neem allemaal één blokje en leg het vooraan. Dus één blokje vooraan. Hè. Dus het is makkelijker om de houding echt juist te doen als het met een blokje doen. Oké? Okay? Dus kom maar allemaal vooraan op je matje staan. We ademen in, armen omhoog. Adem uit, buik voorop. Adem in, kom halverwege. Adem uit, handen op de grond. Zet je rechtervoet, grote stap naar achter. Adem in, lift op. Adem uit. Dus nu gaan we naar de kregen 3. Handen 30 centimeter voor je linkervoet en lift je rechterbeen omhoog. Dus neem je dat blokje in je linkerhand en zet dat blokje 30 centimeter voor je linkervoet. Dan ga je eerst balans zoeken, rechterhand in je zij. En dan pas ga je open, draai je bekken open. En rechterarm naar omhoog. Doe maar langzaam als je keer valt. Doe maar opnieuw, het is een goede oefenles vandaag hiervoor. We nemen onze tijd ervoor. Dan komt de rechterarm naar beneden. Bekken terug parallel. Rechterbeen. Grote stap naar achter. Rechtervoet. Adem in. Lift op. Adem uit. Handen op de grond. Stap naar achter. Plak. Adem in hier. Adem uit. Kom volledig naar beneden. Omkruiden. Adem in. Cobra, schouder achteruit. Adem uit. Duw weg. Neerwaarts kijken in de hand. Adem in hier. Adem uit. Zet je rechtervoet. Grote stap naar voren. Adem in. Lift op. Adem uit. Zink. Terug naar die kregen 3. Dan blokken we naar de andere kant. Lift op. Kregen 3. Zet het blokje voor je rechtervoet 30 centimeter. Linkerhand in je zij. Draai open. Als je open gedraaid bent, linkerhand omhoog.
Terug als je iets mocht vallen. Probeer de moment eens opnieuw. We zijn er om te oefenen vandaag. Linkerhand naar beneden. Grote stap naar achter met je linkervoet. Adem in. Lucht op. Adem uit. Handen op de grond. Stap naar voren. Adem in. Kom halverwege. Adem uit. Buig voorwaarts. Adem in. Kom volledig naar omhoog. Adem uit. Handen voor het hart. Sadas. Oké, super. We hebben de eerste manier gezien om in Ardha Chandrasana de halve maan te komen. Nu is er nog een andere manier die iets moeilijker is. Dus niet panikeren, dan gaan we lukken. We gaan het terug eerst met de muur doen. Dus je mag terug tegen de muur gaan staan en zoek je krijgers twee houden. Dus misschien allemaal met de rechter gebogen knie tegen de muur. Armen gespreid. Dus terug, beide voeten niet tegen de muur zetten, nee. Niet tegen de muur, tiental centimeter van de muur met de voet. Dan strekken we ons rechterbeen. Rechterbeen strekken. En dan gaan we naar Trikonasana. We blijven naar voren, naar voren, naar voren. Hand op onze enkel of op de grond. Ga wel toegeven, hier is het misschien makkelijker op de grond. Alhoewel, ja, je moet toch naar voren. Dus rechterknie buigen. Rechterhand gaat naar voren op dat blokje. En dan, dat is een moeilijke stap. Eerst een klein beetje dichter bij je linkerbeen. Dus zie, ik stond hier en ik kom een klein beetje dichter. Waardoor dat ik makkelijker in balans kan komen, linkerbeen omhoog. We gaan dat straks zo doen, zo met dat kleine stapje erbij. Anders is het heel moeilijk. En dan komen we terug naar onze Trikonasana, langzaam, linkerbeen op de grond, beide benen gestrekt, Trikonasana. Armen naar omhoog. Super. Oké, andere kant. Linkervoet naar voren. En de krijgers twee houden. Neem ook dat blokje voor de pijlen aan en die nodig. Kom naar je krijgers twee. Oké, we strekken ons been. Linkerbeen. We glijden naar voren, naar voren, naar voren. Met de strekte benen. Zet je hand op je scheenbeen of op de grond. Dan buig je linkerknie. Zet je linkerhand naar voren of op dat blokje. Je rechtervoet gaat een stapje dichterbij, zodat je meer in balans komt. En dan langzaam rechtervoet naar omhoog. Terug naar Trikonasana, rechtervoet naar beneden. En je komt terug met gestrekte benen open. Oké, kom omhoog. En dan doen we dat in een vlog. Dus ik heb dat tegen de muur gedaan, omdat je zou voelen, het is makkelijker tegen de muur, omdat je zou voelen hoe je de houding goed kan doen. Dus als we het in de losse ruimte doen, gebruik zeker je blokje, want het gaat je helpen om de houding beter te kunnen doen en meer stabiliteit te brengen. Oké. Kom maar naar de voorkant van je matje. Adem in, armen naar omhoog. Adem uit, buik voorwaarts. Adem in, kom halverwege. Adem uit, handen op de grond. Stap met beide voeten naar achterplank. Rechte plank. En we komen langzaam naar beneden. Langzaam, langzaam. Train je armen. Oké, ontkruil je teen. Adem in. Cobra. Adem uit. Duwen. Neerwaarts kijken we op. Zet nu je linkervoet een klein beetje naar rechts. Adem in. Rechtervoet naar achter en omhoog. Adem uit, buig je rechterknie en open die rug, flex je rechtervoet,
En rechter schouder gaat trekken van de rug. Niet zo, maar zo. Ja. Adem in, strek je rechterbeen. Adem uit, heupen parallel, rechtervoet tussen de handen. Achterste voet plat neer, schuin diagonaal. Nu letten we erop dat de voorste wiel in het midden snijdt van de achterste voet. Adem in, linkerarm naar voren en omhoog. Adem uit, ver achter, naar beneden. Krijgers 2. Zorg ervoor dat je diep gebogen staat. Dus we gaan eerst naar omgekeerde krijger. Je voorste been, dat beweegt niet. Rechterhandpalm naar omhoog. Adem in, lift je rechterhand. Adem uit, kom naar je omgekeerde krijger. Dan keren we terug, langzaam naar krijgers 2. Dan komen we naar onze tricolor. Trek je voorste been, kijk naar voren, naar voren, naar voren. Rechterhand op je scheenbeen, enkel kom op de grond en kom naar tricolor. Je hoeft niet op de grond, niet op je scheenbeen te trekken. Trek je rechterbeen. Ja. Dan. Buig je rechterknie. Buig je rechterknie. Neem het blokje vast. Zet het voor je voet. En nu, die achterste voet staat heel ver naar achter. We kunnen zo omhoog komen, maar wij gaan dat niet doen. We gaan de achterste voet een stapje rechter zetten. Ja? En daardoor kunnen we makkelijker blijft onze linkerbeen. Naar. Ardha Chandrasana, de halve maan. Terug, als je eens valt, kom je gewoon terug in. Of verzet je blokjes. Oké, nu gaan we eruit komen. Grote stap naar achter. Groot, groot, groot. Want we gaan naar Trikonasana. Boven. Kom met gestrekte armen naar benen, naar omhoog. Buig door je rechterknie. Molenweg die handen. En we stappen naar achter, plak. En in hier. En uit. Kom volledig naar beneden. Handkruin teer. En in. Cobra. En uit. Duwen. Neerwaarts. Kijk in de hand. We gaan naar de andere kant. Rechtervoet, klein beetje naar links. Adem in, linkervoet naar achter en omhoog. Adem uit, buig je linkerknie en open je heup. Dus terug, we doen jezelf een klein beetje verkeerd. Je hebt de neiging om je linkerschouder volledig te openen, maar probeer naar de grond te draaien. Naar de grond draaien. Adem in, trek je linkerbeen. Adem uit, je heupen parallel. Linkervoet tussen de handen. Rechtervoet schuin je diagonaal. Voorste hiel snijdt in het midden van je achterste voet. Adem in, rechterarm naar voren en omhoog. Adem uit, linker twee. Dus diep in het voorste been buigen. En naar omgekeerde krijgen. Linkerhandpalm naar omhoog. En hier naar achter voor de omgekeerde krijgen. Dan keren we naar onze krijger 2 terug. Trek je voorste been. Dan glijden we naar voren, naar voren, naar voren. Linkerhand op de mat of op je scheenbeen.
en open voor Trikonasana. Oké, dan gaan we daar onze Arachandrasana. Buig je linkerknie. Neem aan je linkerhand dat blokje goed vast. Zet maar je rechterhand een stapje dichterbij. En dan ga je langzaam met je rechtervoet naar omhoog. Oké, langzaam keren we terug. Grote stap naar achter. Niet te veel, want we gaan ook de eerste terug naar Trikonasana. Strek je linkerbeen en omhoog. Volgende week dan omhoog. Strek de armen en benen. Buig door je linkerknie. Krijgerswing. Volgende week met die armen. En stap naar achter. Naar je slang. Verder. Langzaam naar beneden. Ontspruiting 2. Adem in. Cobra. Adem uit. Duw weg. Neerwaarts. Kijk er nog op. Blijf bij de ademhaling hier. Oké, kom maar op je knieën zetten. En gaan we naar weer één gedeelte. We strekken onze benen, beide benen gestrekt. Dan buigen we onze rechterknie buigen. We allemaal hetzelfde zijn, zetten over je gestrekte benen. Plaats dan je linkerhand op de mat, leun we opzij, zodat dat je je linkerbeen kan plooien en naar achter brengen. Ja. Oké. Dan zetten we in. Als je beter is om een beetje meer zo te zetten, of wat je kunt doen als het niet zo goed gaat, zet op een blokje. Zet op een blokje. Ja. Ik kan altijd een blokje. Dus. Matsyendrasana, Adha Matsyendrasana. Zet je linkerhand achter je. We gaan eerst de open kant doen. Rechter elleboog tegen je knie. Kijk eerst voor je. Andere kant. Andere kant. Open kant. Ja. En twist. We zijn in de twist. Als we op deze manier twisten, gaan we altijd eerst de open kant doen. Omdat dat de makkelijkere kant is met de buik open. Dus licht jezelf op. En twist. Dan keren we naar de andere kant. Rechterhand achter je nu. Linker elleboog. Op de knie. Lift op. En twist. Dus nu zijn we veel meer in een diepe twist. Als dat te veel pijn doet in je onderrug, dan kijk je beter gewoon naar voren en neutraliseer je onderrug. Oké, we komen er langzaam uit. Dan ga je kijken. Er zijn twee manieren wat we nu kunnen doen. Je neemt je rechter enkel vast en je brengt hem naar achter. Zodat beide knieën over elkaar komen.
Als dat niet lukt, dan ga je terug opzij en strek je je linkerbeen terug. Ja, en blijf je met één been. Ja. Dus voor sommige mensen is het al genoeg spanning om op deze manier om recht te zitten. Je kan ook nog als je wil je benen wijder brengen, maar dat is iets zwaarder voor de knieën. Optie 2, je hoeft dat niet te doen, is naar beneden gaan. Gelijk waar je bent, kan je dat doen. Optie 2 kan je er wel op veel manieren doen. Halverwege, een klein beetje meer, ook volledig naar beneden. Kies maar voor jezelf, totdat je het voelt in je hamstring en in je bloed. De achterkant van je rug. Hier langzaam naar omhoog. Dan zet je hand terug naar links. Knie omhoog. Been strekken. Knie naar je borstkas. En strek. Gaan we naar de andere kant. Buig je linkerknie. Plaats hem over je gestrekte been. Plaats dan je rechterhand op de grond. En buig je rechterbeen goed naar achter. En kom terug. We gaan terug eerst naar de openkant twisten. Breng je rechterhand naar achter. Elleboog op je knie. Eerst leg je jezelf op. En twist. Langzaam komen we eruit om naar de andere kant te gaan. Linkerhand zet je achter je, rechter elleboog gaat over die knie. Kijk eerst voor je, trek je dan op en dan twisten. Langzaam keren we terug. Breng je je linkervoet naar achter, ofwel terug je rechterbeen strek. Dus kijk maar voor jezelf of dat makkelijk is. Forceer jezelf niet, omdat je krabbelt met de structuur van onze heupen te maken. Ja, we willen hier niet dat er een heup ontwikkeld is ofzo. Dus kijk maar de manier waarop dat voor jou lukt. En dan terug op waar blijf je gewoon zitten, want dit geeft al een ontspanning in je heupen. Ofwel kies je ervoor optie 2 om naar voren te gaan. Ja? Dus kies maar voor jezelf, wees mindful, wees lief voor jezelf. En dan komen we langzaam. Leun terug opzij. Trek je been.
breng je knie naar je borstkas. En nu gaan we nog twee stretches doen met de bolster. Om je mannelijke kussens te gebruiken. Leg eerst de bolster dwars. En dan gaan we er tegen zetten. Kijk misschien eerst eventjes naar mij. Dan ga je knieën opzij brengen. Komen opzij zetten. Maar wat willen we? De zijkant van ons lichaam gaat over de bolster. Dus het is belangrijk als je ligt, dat je niet naar voor ligt of niet naar achter ligt. Maar dat je echt met de zijkant op de bolster ligt. En dan gaan we de arm naar hier brengen. En dat wil zeggen dat we hier overhand zien. Rechterkant hier aan een stretch komen. Oké? Dus eerst zetten we zo. Dan gaan we met de knie naar links. Je rechterknie ligt boven op je linker enkel. Dan draai je een beetje en we gaan over de bolster. Je linkerarm strek je daarop zijn. Loodrecht op je mat, bij wijze van spreken. Rechterarm gaat omhoog en over je hoofd. Normaal zien we nu stretch doen overhand je rechterzijde. Als je niet hoog genoeg ligt, als je bijvoorbeeld op kussens ligt en dat is een beetje laag, kan je twee blokjes onder je kussens steken, zodanig dat je eigenlijk wat hoger ligt en meer die stretch kan voelen. Komen we langzaam naar omhoog en gaan we naar de andere kant. Kom naar voren, voeten op heupbreedte, beide knieën naar rechts, linker knie komt op je rechter enkel. Je draait je een beetje zodanig dat wij rechterzijde over de bolster komt. Je rechterarm schuif je naar voren. Je hoofd komt op de grond. Dat heb je juist misschien vrezen te zijn. Voor sommige mensen is het makkelijker als het hoofd op een blokje ligt. Ik ga dat nu doen omdat mijn rechter schouder niet zo in orde is. En je linkerarm over je hoofd. Oké, je blijft je linkerarm omhoog en kom langzaam omhoog. Dan gaan we de bolster in de lengte leggen. Voor nog een twist. Kom met je zetknap tegen de bolster zetten.
Terug, de knieën omhoog. En terug, op dezelfde wijze, knieën naar links. Rechterknie ligt er op je linker enkel. Dan draai je een klein beetje, wat de bedoeling is, met onze borstkas, gaan we op onze bolster liggen. Als je niet genoeg draait, dan kan je die twist niet introduceren. Want de bedoeling is dat we nu volledig tot rust komen. Onze schouders komen tot terug. Onze armen komen tot terug. Buik. Onze heupen komen tot terug. En we doen een lichte twist. Dan komen we langzaam omhoog, strek je armen. En dan gaan we naar de andere kant. Breng je knieën terug omhoog. Dan ben je zitvlak tegen de bolster. En draai naar de andere kant met je knieën. Bekken een beetje draai. Daarna je makkelijk met de borstkas over de bolster kan komen. Dan komt van leden.
Dan komen we langzaam uit de houding. Trek je dan op. Neem de bolster mee naar de voorkant van je matje. Om naar de laatste houding te gaan. Dus van Asana. Met de bolster onder je knieën. En kom rustig liggen. Controleerde ontspanning. Schouder naar binnen. Handpalmen naar boven. En ontspan je voor de knieën. Misschien een bekentje. Weer veel terug uit. Diep door je ademhalen. Allemaal diep in de ronde wandelen. Asem uit. En nog diep in. Adem uit. Last mile and deep in. And deep out. Breathe our lungs and engage. Breathe in. Breathe your hand in the bottom. And you're able to silent, put it in our board. Breng je armen naar omhoog en naar achter. En strek jezelf goed uit. Breng je knie naar je borstkas. En rol in een klein bolletje op je rechterzijde.
Duw jezelf dan af, de kruis links dit. Sluit nog even je ogen en adem in. Breng je schouder naar voren en omhoog. Adem uit, naar achter en naar beneden. Adem in, breng je armen zijwaarts naar omhoog. Adem uit, breng je handen voor je hart. Adem diep in. Adem uit. Adem nogmaals diep in. En uit. Breng dan je handen over elkaar, veel warmte. En breng je handpalmen boven je gesloten ogen. Open dan je ogen en nog de bijpalmen. En breng je handen voor je hart. Adem diep in. Uit en uit. Adem in, kijk op. Adem uit, namaste. Dank jullie wel.